Donkere wolkenluchten op nadering van een onweersbui. Dit soort plaatjes kunnen we zondagmiddag en avond in Nederland tegenkomen. Buien vanuit Frankrijk zetten koers richting ons land. Maar ook boven Nederland kunnen weer nieuwe buien tot ontwikkeling komen. Daarbij wordt plaatselijk noodweer verwacht. In een aantal provincies geldt Code Oranje. In Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Dus dit weerbericht is een mooi moment om eens in detail naar die situatie te gaan kijken. Waar komen die onweersbuien vandaan? En vooral ook hoe zwaar kunnen ze uitpakken? En wanneer zijn ze weer voorbij? Ik begin even bij het grootschalige plaatje, de luchtdrukverdeling boven het Europees continent. Ten westen van ons, boven de Atlantische Oceaan, ligt een lage drukgebied, relatief ver bij ons vandaan. Maar die zorgt wel voor een zuidwestelijke stroming waarmee warme en vochtige lucht richting ons land wordt gevoerd. Ten oosten van ons zien we nauwelijks isobaren, daar zit het stabiele zomerweer. Nou, in die warme en vochtige lucht is het in Frankrijk behoorlijk opgewarmd in België, maar ook in Nederland tropische temperaturen dit weekend. Ja, en warme lucht heeft een lage dichtheid, is lichter, kun je vergelijken met een hete luchtballon. Die lucht begint op te stijgen en dat zorgt ervoor dat je aan de grond eigenlijk een tekort van lucht krijgt en daar ontstaat dan weer een apart lage drukgebiedje, die is boven Frankrijk tot ontwikkeling gekomen en dat noemen we ook wel een thermisch lage drukgebied. En die warme lucht vanuit Frankrijk zet koers richting Nederland, maar tegelijkertijd komt er juist ook minder warme lucht. Vanuit dat lage drukgebied onze kant op. En precies op dat strijdtoneel tussen die twee luchtsoorten, daar kunnen die onweersbuien tot ontwikkeling komen. Nou, ik noemde het al even, die warme lucht en die buien die tot ontwikkeling komen. Vanochtend vroeg hadden we boven de Noordzee al met onweer te maken. En hier halverwege de ochtend zien we boven Frankrijk al die eerste onweersbuien tot ontwikkeling komen. En met die zuidwestelijke wind koersen die buien af. Richting het zuiden van Nederland, om daar vervolgens in de loop van de middag aan te komen. En voor die buien uit kunnen dan ook weer nieuwe exemplaren tot ontwikkeling komen. Nou, tropisch weekend, zaterdag bereikten we al tropische temperaturen. En ook zondagmiddag is de temperatuur in het oosten van het land weer opgelopen tot 30, lokaal zelfs 32 graden. Dit is de maximumtemperatuur op het moment van deze opname. En als we dat even doortrekken naar de prognose van het Duitse Icon-weermodel, dan zien we dat er in het oosten van het land in de loop van de middag zelfs nog een paar graden bij gaat komen. Dat we lokaal zelfs richting 34, 35 graden gaan. En voor onweersbuien kijken we ook naar de convectieve temperatuur. Dat is eigenlijk een soort drempel om die onweersbuien vanaf de grond te kunnen laten ontstaan. En die convectieve temperatuur ligt ook een beetje zo rond de 34, 35 graden. Dus dat geeft wel aan dat de meest gunstige omstandigheden voor het ontstaan van die buien echt boven het oosten en zuidoosten van het land komt te liggen. Terwijl in het westen van Nederland onder invloed van de straalstroom juist iets meer windschering aanwezig is. Dus die twee elementen zijn heel belangrijk voor het ontstaan van die onweersbui. Nou, dat was de temperatuur. We zien tijdens de nacht die westenwind doorkomen en dan begint het merkbaar af te koelen en komen we eindelijk weer onder 20 graden uit. Temperatuur, dan gaan we kijken naar de buien. Die buien vanuit Frankrijk komen dichter bij ons in de buurt. Met het zwaartepunt, dus boven het oosten van het land, omdat daar simpelweg de meeste energie aanwezig is. En dat zien we hier ook gebeuren, vooral over het oosten, zuidoosten. Daar trekken die regen- en onweersbuien over. En in de loop van de avond trekt dat hele zaakje weg naar het noordoosten. Wordt het weer droog en komen er opklaringen voor. Bij die buien is kans op zware windstoten. En die heb ik hier even erbij gepakt. Dat is van een ander weermodel. Dat is het Nederlandse Harmonie-weermodel. Aan het begin van de middag nog vrij weinig aan de hand. Dan komt dat thermische lage drukgebied erin. We zien hem hier heel kort verschijnen. En dan zien we de windstoten plaatselijk oplopen tot meer dan 100 km per uur. Dat zijn wel echt de uitschieters. In de meeste gevallen windstoten tussen 75 en 100 km per uur. En bij meer dan 100 km per uur spreken we van zeer zware windstoten. En later vanavond en vannacht verdwijnen die zware windstoten weer. Maar ook in dit geval de meeste wind verwacht in het oosten en zuidoosten van het land, waar dus ook die code Oranje actief is. Als laatste nog hagel. Voor die buien uit wordt hele warme, vochtige lucht aangezogen. Gaat met die stroming in die bui mee omhoog. Maar in die bui zelf zijn ook weer allerlei circulaties aanwezig. En hoe hoger je komt in de atmosfeer, hoe kouder het is. En op een gegeven moment gaan die regendruppels over in ijs en die ijsballen worden als het ware door die wolk heen gestuiterd, maar zuigen ook continu weer vocht aan waardoor ze steeds groter worden. En hoe sterker die updraft in de bui is, hoe groter die hagelstenen kunnen worden. En uiteindelijk worden ze groter en zwaarder en worden ze met de koude lucht in de downdraft mee naar beneden gevoerd. En in de huidige verwachting zijn er hagelstenen mogelijk tussen 2 en 4 centimeter. En er zijn zelfs uitschieters in bepaalde locaties die zelfs naar 8, misschien wel 10 centimeter gaan. Nou, om even een beeld te krijgen bij de grootte van die hagelstenen, in de meeste gevallen, dus tussen 2 en 4 centimeter, hebben we het over een euromunt. Tot een golfbal. Maar in de meest extreme gevallen kunnen dus ook wel hagelstenen ter grootte van een tennisbal voorkomen. Maar dat is dus echt in het meest extreme geval. Zal niet veel voorkomen. In de meeste gevallen, bij de meeste buien, hebben we met deze orde grootte te maken. Nou, dan nog even samenvattend voor vanmiddag. In het oosten van het land warmt het lokaal nog op richting 34, 35 graden. Vanuit Frankrijk komen die buien onze kant op. Voor die buien uit ontstaan ook nog weer wat losse buien. kan onweer bij zitten, zware windstoten en ook grote hagelstenen. En in het westen en noorden pakken die buien vanmiddag nog iets minder zwaar uit. En in de loop van de avond trekken die buien dan over het land weg naar het noordoosten. Wordt het geleidelijk droog en komt die westenwind erin. En begint het geleidelijk wat af te koelen. Code Oranje dus in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. En in Overijssel loopt die code Oranje als laatste af rond 9 uur vanavond. Dus wees alert voor het noodweer. Blijf niet buiten als het gaat omweren. Blijf uit de buurt van het water. En ruim losse voorwerpen op vanwege die zware windstoten. En dan zou ik vooral zeggen, doe het voorzichtig aan vanmiddag.